Dossier Activision Blizzard toch niet helemaal zuiver. Dit is de week met XBL. This is Steve Downs, the voice of Master Chief, Spartan 117, and you're listening to Xbox Nederland. Yes, beste luisteraars en live kijkers, welkom bij een nieuwe aflevering van De Week met XBNL, nummer 206. Uh, dit is natuurlijk de podcast omtrent al het Xbox nieuws van de week. Uh, wil je altijd op de hoogte zijn? Dan luister je deze podcast. Maar wil je het dagelijks checken? Dan ga je natuurlijk naar onze website. Dat is www.xboxnederland.nl En dan kun je daar de artikelen lezen elke dag. En wil je jouw mening ventileren en kijk op games delen. Dan ga je ook uiteraard naar onze Discord server. Een server vol met. Gezellige game chat of topic kanalen van de nieuwste games oproepjes voor multiplayer piraten, workout groepen. Het is gewoon lifestyle geworden, dus uh, ja, voor ieder wat wils, Ik zit hier samen met mijn collega's Rick en Renko. Welkom, heren. Yes, dank u. Hallo, welkom. welkom. Uh, als je deze podcast een keer live uh, wil kijken, dan tune je natuurlijk in. Om 9 uur, of zoals nu, 10 over 9 op Twitch. Om 9 uur zie je een soort van altijd zo'n leuke pre-show, weet je wel. Ze zijn nog een beetje aan het voorbereiden. Dat doe je natuurlijk op www.twitch.tv slash Xbox -nederland. En dan zie je ook allerlei trailers en beeldmateriaal bij de nieuwtjes die wij hebben. En over nieuwtjes gesproken. Uh, er was niet heel veel groot nieuws deze week. Maar wel van die random kleine nieuwtjes. Dus ja, we gaan natuurlijk zoals altijd weer proberen uh, om het in een uur te doen. Uh, alleen dat lukt echt nog minder dan 1 op de 10 keer dat we dat hebben. Uh, minder een uur. Oh. Maar uh, ja, goed, het blijft natuurlijk een heel erg uh, mooi streven. En uh, deze week met XBNL horen we eigenlijk weer eens een keer van Skull and Bones. Dan zien wij nummertje 3 van GTA 5 in 10 jaar tijd. Weten we waar we aan toe zijn met Gamescom? Hahaha. Ha, ha. Ontdekken we dat de deal met Activision toch, zoals ik al zei in de headliner, niet helemaal zuiver is. EA heeft, is onterecht beboet voor uh, de, lootbox, uh, de lootbox debakel. Ondersteuning van muis en toetsenbord eventueel voor xCloud. Of is dat al helemaal bevestigd? En krijg natuurlijk F1-fans weer wat lekkers, wat nieuws. Maar nog veel meer nieuws naast dat. Want we hebben natuurlijk ook het een en het ander in CLV's. De game-favoriet, of tenminste community-favoriet, nummer 1. En, um, nou goed, wat andere feitjes die we op een rij hebben. Zoals Halo Infinite heeft ook nog eens een keer wat um, uitstel van co -op. Helaas trouwens, fucking hell. Hele opsomming. Laten we beginnen met GTA V, jongens. Op 15 maart uh, komt de next-gen versie online. Uh, je hoeft niet de volumet te betalen. Maar tot aan 14 juni uh, betaal je... Uh, nee. Ja, tot aan 14 juni betaal je 10 euro voor GTA Online. De stand-alone versie. Of 20 euro voor de versie met de story mode erbij. En ik ben benieuwd wat onze live-kijkers daarvan vinden. Uh, laat het even weten in de chat. Dus vinden vind het prima om, zeg maar, als voorheen... ...te betalen voor grafische upgrades. Hè? Dat zagen we met name tien jaar geleden. Ik kan nog wel weten met de hele... ...toen de PS4 en de Xbox One nieuw waren... ...kregen de remaster... ...na HD remaster. Dat was echt niet normaal. Zelfs op de PlayStation 3 en Xbox 360 was dat heel erg aanwezig. Uh, maar ja, goed. Nu, nu ten tijde van Smart Delivery, jongens... Uh, ...zijn we een beetje gewend... ...dat we gewoon een upgrade krijgen van onze game... Of moeten jullie nu juist blij zijn met deze transitieperiode? Weet je, Met die lagere prijzen. Van yes, ik ga hem scoren, ik ga weer spelen. Hoe zit het met jullie jongens? Wat uh, heren van deze podcast. Wat, uh, wat vinden jullie ervan? Ja, nou, ik, uh, ik moet het eerst nog gaan zien. Ik vind uh, 20 euro. Dat, ja, Dan zou je zink, denken: van ja, weet je, voor een volledige game. Als, je, als jij nou net die ene speler bent. en je luistert toevallig die hem nog nooit gekocht heeft. Dan kan ik me voorstellen dat het een, een mooie aankoop zou kunnen zijn. Het is een uh, next-gen upgrade 4K, of uh, dynamische 4K, 60 fps. Nou, dat is wel een flinke sprong voorwaarts. Met daarnaast natuurlijk uh, meer verkeer, betere vegetatie, ja. le levendigere wereld. Dus het is ja. wel, op papier moet het ja. wel een mooie upgrade <laughs> worden. Goed, maar, ja. ja, om heel eerlijk te zijn, de. Uh, ...de bittere nasmaak van de GTA-trilogie van de afgelopen najaar... ...die voel ik nog een beetje in mijn wangslijmvlies hangen. Dus <laughs> ik, uh, ik, uh, ik, uh, ik, uh, ik ben nog niet overtuigd. En, uh, um, dus, dus dat is één, even los van de 20 euro. Hè. Dus ja. ik, ik ga eerst echt uh, reviews afwachten. Uh, ik zou op zich namelijk best uh, de, het verhaal, de campaign... ...nog een keer opnieuw willen spelen... ...dat is het meer dan waard... ...maar dan wil ik wel weten dat het ook echt een verbetering is. Mm -hmm. Het tweede punt... ...wat jij natuurlijk een beetje aansnijdt... ...is van ja... ...waarom Rockstar moeten we hier voor dokken? Waar, yeah. hè, volgens mij was het... ...vorige week ook Resident Evil... Uh, ...gratis upgrade naar nou, de ene... ...naar de andere game. Kom met Smart Delivery... ...betaal je helemaal niks extra's. Eigenlijk gewoon... Um, ...ja, service vanuit... Uh, ...vanuit de, de ontwikkelaar... ...en uh, de publisher. Dus... Uh, dus niet dat, uh, ja, dat ze het verplicht zijn, natuurlijk, maar het is een beetje een soort van common sense als je al een, uh, een game hebt en er komt een nieuwe generatie, dat die speelbaar gaat worden op de nieuwe generatie. Um, en dan ook profiteert van de nieuwigheden die die generatie biedt. En Rockstar ja, vraagt daar dan toch wel weer. Nou, ze vragen niet de hoofdprijs, maar ze vragen wel 20 euro. Dus ook nog eens een tientje meer dan PlayStation. Ja. Dat vind ik ook een beetje dubieus. Maar uh, nou, dat is voor mij twee redenen om niet direct uh, blind erin te stappen, maar eerst maar gewoon eens even. Maar af te Dat wat. is dus ja. ook al onderdeel van het artikel. Dus PlayStation die heeft dus GTA online tot aan 14 juni gratis. En die uh, hebben dan inderdaad korting op de story mode. Maar de Xbox heeft dat gewoon niet. Die heeft gewoon. Dan moet je 10 euro betalen voor, de, voor online. En dan uh, vervolgens uh, 20 euro voor online met story mode. En zelfs na 14 juni. Ik moet er heel even bij halen. Dan kosten allebei, voor wel allebei de consoles dan, is het gewoon 20 euro voor GTA Online, de standalone versie. En 40 euro. Het is de dollar, laten we zeggen, dat wordt altijd een euro bij ons. Voor GTA Online en story mode. En de, ja. van, dat is dus gewoon 40 euro voor een game van 9 jaar oud, die waarschijnlijk is gepimpt met graphics. Maar that's it. Ja. Ja, ja dat is een dure, dure grap. Ik zie je in de chat trouwens ook een, uh, een uh, opmerking staan van hoeveel versies gaat VT GTA 5 nog doen. <laughs> ja. ja. Nou, uh, ik heb nog een andere die net iets vaker uitgebracht is. Skyrim. Precies. <laughs> ja. Goh, die kun je zelfs op je magnetron spelen zelfs. Ja, ja. Dus, uh, nee, dat ja. is ook zo. Maar het is uh, dus, ja, we gaan, weet je wel, is het dan zo van, nou, het is een goede game, dus we, we geven het Rockstar. Ik heb zoiets van, mij loop je al ...jaren te teren op de inkomsten van GTA Online... ...dus waarom moet je dan weer hier ook geld voor vragen? Uh, bijna iedereen heeft al GTA 5... ...die het wil hebben. Uh, is het voor een nieuwe generatie? Wat, wat, weet je wel? Hoe, ja, hoe het, ver kan je gaan? Het, het, het ligt, er, ligt er wat mij betreft... ...ook heel erg aan... Uh, ...hoeveel werk ze gestoken hebben... ...in het uh, verbeteren... ...van GTA Online. Ja. Uh, die story mode die kennen we... ...die is goed, die is leuk om te doen... Uh, al moet ik wel zeggen dat uh, een game die oorspronkelijk op de Xbox 360 uitgebracht is. Uh, en daar maak je niet een volledige remake van. Uh, hoe verhoudt zich dat grafisch nog? Maar uh, de verbeteringen ja. naar GTA uh, Online die schijnen wel vrij uh, radicaal of radicaal. Maar uh, gewoon groot te zijn. Ja. Dus. Alleen, ja. nou kan ik daar niet over oordelen, want ik heb nooit GTA Online gespeeld. Dus. Nou, nee, ik vond het te traag. Maar ik, ga, ik heb dus voor mij wel alle drie trouwens... playstation 5 ook thuis staan. Dus ja. ik ga het wel proberen. Ik ga het sowieso uh, wel even daar gebruik van maken. En dan ook wel uh, laten weten hoe dat is. Ik ben wel benieuwd. Ja. Dus, uh, ja. ja. Ja, goed. Ja, nou, we gaan het zien. Hij komt de 15e uit, toch, Niels? Als ja. ik me niet vergis. Dus uh, een paar dagen wachten nog en. Uh, ja, dan zullen we het gaan zien. En verder is het, denk ik, gewoon nog een lange zit totdat we iets meer over GTA 6 gaan horen. Ja, inderdaad, ja. Uh, ja. Of de, of de uh, door velen gehoopte remake van uh, Red Dead Redemption, de eerste game. Dat zou helemaal. Ja, ja, dus dat zijn. Zo, ja precies. Er zijn nogal wat geruchten ervan, hè? Ja. Of ja, het nou een remake of een remaster wordt, is nog niet duidelijk. Maar uh... nou, ik hoop een remake. Nou ja, het zal een remaster, ja, remaster zijn, maar misschien. Heb ik niet heel erg van nodig voor een remaster. De assets van deel 2 gewoon inladen voor deel 1. Ja, ik wou net zeggen. Dat deel van de map uh, is, ja. is natuurlijk al remake ja. Zou je kunnen zeggen. nou ja. ja, goed. Uh, we gaan door uh, naar een andere uh, grote game. Natuurlijk community favoriet Sea of Thieves. Dus uh, Rick gaat er klaar voor zitten. Seizoen, is in, seizoen 6 is net begonnen. En we schakelen live over naar onze piraten te plaatsen. Chef NL. Chef. Yes. Geef ons een Ja, we staan hier uh, vanavond op uh, Sanctuary Outpost. <laughs> en, uh, nee. nee, 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 nee. Kijk, uh, uh, begin 2021 zijn seizoenen geïntroduceerd. Uh, cyclus van ongeveer drie maanden. En we zijn inmiddels uh, sinds gisteren, donderdag 10 maart, beland bij uh, seizoen 6. Uh, en yep. ieder seizoen gaat gepaard natuurlijk met 100 nieuwe renown levels. Um, met uh, Dito Cosmetics bij ieder, uh, ieder level dat je vrij speelt. En of uh, nou, wat gold en ancient coins en dat soort dingen. Maar ook is ieder seizoen staat meestal één of twee content updates centraal. En uh, dat is deze keer geworden de Sea Forts. Dat ja. zijn nieuwe forts op zes verschillende plekken in de Sea of Thieves uh, Verdeeld over de drie regio's. Het zijn geen world events, dus je kunt er altijd naartoe. En als de lichtjes branden, dan, uh, nou, dan zijn ze bemand. Dus dan kun je er lekker mee aan de slag. En ja, wat je doet in die Seafords. Is gedurende 10 minuten uh, de zogenaamde Phantoms uh, ja, eigenlijk verslaan. Dat zijn een beetje die groene uh, skeletjes, of die groene spoken. Uh, moet je het eigenlijk zeggen, die van volgens mij van Ford of the Damned uh, uh, afkomen. En het eindresultaat is dat je een captain verslaat. Je moet het een beetje zien als een event uh, slash voyage voor nieuwkomers. Yeah. Um, het is ook ongeveer een 10 minuten te doen. Het heeft vrijwel geen hoge moeilijkheidsgraad. Um, je haalt het sowieso wel. En uh, nou ja, al met al 15 tot 20k loot in een, uh, in een kwartier. Dus uh, dat is op zich uh, best wel netjes. Die forts, die zien er mooi uit. Die zijn mm -hmm. uh, mooi ontworpen... Um, die zijn aan de buitenkant. Um, ja, je hebt natuurlijk in CFT's de verschillende regio's met verschillende weersinvloeden. En de verschillende forts in de regio's die zijn onderhavig geweest aan die weersinvloeden. Dus dat maakt dat al die. Uh, nou ja, ik heb er vijf van de zes gezien nu. En ze voelen allemaal. Ze, 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 ze ogen allemaal hetzelfde, maar voelen wel uniek. Uh, meeste aandacht is uitgegaan naar het sound design. Heel veel Spaanse tonen. Dus de typische Sea of Thieves muziek. Met, uh, met die maar dan uh, ja, met een soort Spaanse uh, ondertoon. En uh, ja, dat hebben ze erg goed gedaan. Um, ja, ik, uh, ik ben er wel tevreden over. De achievements zijn ook goed te doen. Het is natuurlijk wel weer een beetje grindy. Maar uh, niet zoals bij vorige updates. Ik denk eigenlijk al met al kun je deze Sea of Thieves update in een uur of tien completen. En dan heb je alle commendations, cosmetics en achievements unlocked. En uh, ja, heb je een leuke tijd. Ik denk ook dat die forts uh, uh, nog wel eens goed gebruikt kunnen gaan worden om gewoon te stokken. Dus als je uitvaart en je denkt, nou moeten we nog wat cannonballs en zo hebben. Oh, kom, we pakken even dit fort mee, halen we dat leeg en dan uh, vullen, we onze, vullen we onze supplies en uh, vaaien vanuit daar verder. Dus uh, ja. prima update, maar het wachten is natuurlijk, Niels, op, uh, ja, op de nieuwe verhalen de content. We nou, heb ik net een vraag uh, later... aan je inderdaad, van wanneer is dat die weer? Uh, ja, de datum is nog niet bekend, maar het streven is dat ze iedere maand uh, één uh, ja, nieuwe verhalende update toevoegen. Uh, de eerste hebben we natuurlijk uh, een week of vier geleden gehad, Shrider yeah. Islands, dus ergens komende weken. Ja. Oh, en Menno die zegt over twee weken is Adventure 2 uh, staat in game. Nou ja, dat, uh, ja, dan zitten ze op iedere maand. Ja. Maar dat is, uh, is chill. Mooi. En uh, ook van een uh, tip. Want ik. Ik, ja, ik had al verwacht van mezelf hoor. Maar ik, ik heb dus die eerste gemist. De eerste adventure. Maar Rick heeft echt super handig op onze website. Gewoon een uh, stream gemaakt van zijn uh, eerste avontuur met uh, Adventure nummer 1. Dus je kan ja. eigenlijk onze website gebruiken als een soort archief voor wat er gebeurt in Seal Thieves. met ja. Adventures. En dat kan je dan gewoon terugkijken. Uh, de hele uur, tenminste, uh, anderhalf uur doet het of zo. Hè? ja, dus iets meer dan een uur en een beknopte samenvatting van het verhaal heb ik in de tekst geschreven. Ja, en, dat is echt super. Kijk, dat handig. hebben we natuurlijk gedaan omdat het time limited uh, verhalen zijn. Dus ze ja, uh, zijn we voor een hele korte window te spelen. Ja, stel je bent net op vakantie of uh, ja, weet ik veel, er is een andere game die je aandacht vraagt. Dan ja, je kan het misschien niet altijd spelen en uh, dan kun je toch een beetje, beetje bijlezen. Ja. Dus uh, ja, verder nog twee aanvullingen. De, ook vanuit de chat, Flame die zegt het al, uh, in seizoen 6 starten we ook met, uh, uh, met de mysteries. Nou, yeah. wat we daar precies van moeten voorstellen, uh, dat moet nog concreter gaan. Hij heeft een mysterie. <laughs> een echt mysterie, ja. Met, maar zonder sturing, zonder Voyages of wat dan ook. Dus er, vooral, er gaat iets, waarschijnlijk iets veranderen in de Sea of Thieves. En uh, uh, ja, je moet daar als spelers maar achter zien te komen wat dat dan is. Ja. Uh, dat is het ene. En het andere punt is dat... aan het einde, of nou ja, ongeveer... op twee derde van het zesde seizoen... Uh, komen er nieuwe Athena Voyages. En dat is natuurlijk wel super welkom, want... ja, eigenlijk doen we al een paar jaar... met dezelfde Voyages en... Uh, iedereen is daar wel een keertje klaar mee. En het is fijn uh, dat daar... vernieuwing in komt en ja. ook substantieel. Het zit wel al in de insider... dus ik, ik kan er niet... ik ja, kan er niks meer over zeggen dan wat... Uh, wat ik daar nu over zeg, maar het wordt uh, vermoedelijk wel een grote update. Ja. En Athena gaat daarmee naar level 30. Dus oh, echt zo. In fijn. flame in de chat, hè? Is on fire. Ja, flame uh, ja, ja, is op de hoogte. Ja, ja, ja. ja. Lekker man. Maar nou, tot zover uh, de update uh, vanuit Seal uh, Thieves. <laughs> het ziet er wel heel ja. erg leuk uit. We hebben de beelden erbij uh, op, de, op de stream. De beelden van de, de trailer. Tenminste, uh, video van seizoen 6, ja, de Deep Dive. Ja. Ja. Dat doen ze altijd weer erg leuk. En uh, nou, goed, uh, goed, veel content. Dat is ook wel leuk. We gaan wel van uh, de ene uh, ja, game met zeilen naar de volgende game met zeilen. Dat is namelijk uh, Skull and Bones. En dat hebben we al heel lang niet meer gehoord. Behalve dan geruchten hier en daar. En tussendoor nog wat updates dat, nog dat het nog leeft. Hè? Dat het nog in ontwikkeling is. En nu was er uh, naar voren gekomen dat er dan een soort van community feedback ronde... Komt met de Ubisoft, waarbij ze gewoon de game gaan voorleggen aan een select groepje gamers. Um, wat natuurlijk wel interessant is, want ja, dat toont wel aan dat er iets van schot in de zaak zit omtrent het project. Um, maar goed, meer dan dat weten we voor mij ook niet helemaal. Nee, het wordt een soort van QA's. Dus kijk, die game is natuurlijk al in 2017 aangekondigd op de E3. Yeah. Uh, Skull and Bones, het heeft, uh, ja, het trekt eigenlijk uh, de scheepvaart uit uh, um, Black Flag als een soort stand-alone game. Yeah. Um, ja, er zijn best wel behoorlijk wat mensen die daar enthousiast van worden, uh, moet een grote multiplayer game worden waarin je natuurlijk, uh, ja, oorlogsvoering op het water met elkaar gaat beleven en... Ja, vervolgens horen we maar niks, weet je wel. Dus het werd ook een beetje een meme van... Uh, uh, ja, de, ja. Ga, de, deze game gaat er gewoon niet meer komen. Maar ja, het lijkt toch... Uh, ze hebben kennelijk een uh, zeiltje omlaag gedaan... en wat wind in de zeilen weten te pakken. Dus, uh, je hebt uh, de rol van de flame overgenomen al. Uh. Ik, uh, ja, als flame hier niet te wij zit... dan moet iemand uh, dit soort opmerkingen ik een maken. een zo? Ja. Tink, tink, tink. <laughs> ja. Maar, ja, ze zoeken QA-testers. Dus uh, ja. uh, mocht, je, mocht je luisteren en denken van hey, dat, dat zou ik eigenlijk wel willen, kom dan even langs in onze Discord en dan uh, droppen we die link. Uh, hm. Ik heb daar een inschrijfformulier van gevonden, dus die kunnen, we, die kunnen we makkelijk even met je delen. Uh, het vraagt effort. Dus het uh, is niet iets uh, uh, hm. wat je even denkt: nou, dan laat je iemand mail achter. <laughs> maar ja. je moet echt even: er wordt gevraagd om serieus mee te spelen. Dus, nou, Flamer, gaan Het is slag. Oh, ja, saaie slag. Ja. Oké, okay, saaie zeeslag. Oké, okay, zoiets. <laughs> Anyways, um, goed, dus dat uh, omtrent uh, Skull in Bones. Gaan we door naar de volgende. Uh, ook iets waar we niet per se heel veel van hebben gehoord afgelopen tijd. Maar wat nog steeds op de achtergrond in ontwikkeling is: Overwatch nummertje 2. Daar is een beta van, volgens mij. Had ik heb nou allemaal gelezen net. Uh, of komt er een beta van in april, zei we net, Rick? Voor de show. Ja, ja, ja. 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 Uh, ik, dus, ...voor de verschillende ja, nou, platformen. Nee, ja, o Overwatch uh, 2 um, is natuurlijk het vervolg op uh, Overwatch 1... ...wat in 2016 gereleased is. In 2019 is Overwatch 2 aangekondigd. En, oh ja, uh, dat alweer ja. Goh, ja, eigenlijk al een tijdje ja, niets van gehoord. Ja. En ik moet eerlijk zeggen, ik... het is um, nou, dus niet dat ik het somber inzag met deze game... ...maar we horen er maar niks van. En um, ik had deze helemaal niet meer zo op de radar staan... ...dat dat misschien nog wel eens dit jaar zou komen... Uh, totdat uh, Activision Blizzard heeft aangegeven, ja, uh, um, dit we willen Overwatch 2 gaan opdelen in een PvE-game en een PvP-game. Ja. Uh, die PvP-game, die moet snel in de handen zijn van de spelers, einde quote. En uh, met snel is het ook heel snel, want de beta um, die gaat uh, eind april live. Ja. En uh, ja, het vermoeden is dus dat deze game, uh, ja, dat dat misschien wel eens deze zomer zou kunnen zijn. Dat is meer mijn uh, gevoel erbij dan dat ik dat op basis van informatie nu uh, noem. Mm -hmm. Maar um, ja, de, het wordt al een publieke beta, dus uh, waarvoor je volgens mij kunt intekenen. Ja. Um, dat en dat wanneer dan eventueel het PvE-deel komt van Overwatch 2, da daar is uh, niets over bekend gemaakt. Maar goed, de PvP-spelers onder ons die zitten te wachten op Overwatch 2, die hoeven niet meer lang te wachten. Ik ben wel benieuwd trouwens overwatch is ja. gewoon PvE-stijl. Ja, ben ik ook benieuwd naar. Ja. objective based of zo. Ja. Hebben we dat nog? Hebben we, hebben we dat veel gespeeld, jongens? Uh, overwatch in die tijd of niet? Was 2015 of zo, hè, dat uitkwam. 16. Nee, 16, niet sorry. gespeeld. Uurtje of 10 of zo, hoe gaat het? <laughs> ik, ik, ik heb hem helemaal niet, uh, niet gespeeld. Dat, uh, op de een of andere manier dit, dit soort games trekken me 9 van de 10 keer niet. Um, ja. Het zijn dan van, die, van die titels dat je dat je denkt. Nou, dit is leuk om met een, uh, een clubje vrienden te doen. <laughs> ja. En dan, uh, en dan speel je dat de week en dan denk je van ah, dit is aardig. <laughs> ja, nou, hebben mensen in de chat die nog uh, hebben gespeeld of veel uh, spelen. Ik zie hier nog, misschien een flamer na Sielvies, een picnic, Masmeno. Laat even weten. Ik weet allemaal dat wij uh, in 200 feit hadden we nog uh, Max in onze redactie. Die is nu al jaren in Australië. Die was er echt heel erg fan van, dus die, die speelde heel uh, vaak nog Overwatch, uh, ook de jaren daarna. Terwijl ik was inderdaad ook ja. best wel snel uitgekeken, Dat was echt een hero-based uh, team-shooter, als het ware. En uh, ik had iets van, ja, na een tijdje ben ik wel alweer klaar met. Het zat wel goed in elkaar hoor, als dat je gewoon echt goed samen moet spelen om te winnen. Maar er kwamen zoveel vette games er, er, eruit toen, dat ik dacht van, nou ja, next. Ja, en dat is ook ja. het grootste probleem een beetje met, uh, <laughs> met dit soort games wat mij betreft. Ja. Dit, dit moet echt dit, dit moet helemaal de shit zijn, of het moet je echt compleet liggen. Mm -hmm. En als je denkt van, nou, dit, dit is wel aardig, dan speel je het een week... en dan merk je al van, nou, het wordt een stuk minder. Ja. Ja. Ja, en hey, jongens, bonus, bonuspunten als je weet welke game van de Xbox Game Studios... de opvolger van Overwatch had moeten worden. Is dat voor de en, chat? Ja, aan de chat of aan jullie. Oh, en wat ja. uiteindelijk uh, ja, uh, een stille dood gestorven is. Oh, dat ding is. Uh, uh, die Ken je nog? Van uh, eerder dit jaar of alweer verder terug? Ja, een jaar geleden. Ja, Ivan ja. Terras heeft echt nogal Bleeding Edge. Ja, Bleeding Edge, ja Ik had ja. daar oh, oh, zin ja. in, man. Ik, uh, ik keek daar wel naar uit. Ik dacht van, nou, als, hè, want het zijn natuurlijk ook van die typische games. van ja als je er op tijd bij bent. Yeah. Hè? En uh, uh, je, je kan op de hype meegaan en je levelt op tijd, waardoor je in online matches ook gewoon ja, weet wat je aan het doen bent. Dan uh, dacht ik van nou, dan kan dat wel eens leuk worden. En Bleeding Edge van Ninja Theory had een beetje diezelfde vibe. Ook een hero. Uh, ja. En met hero. Nou, je strategisch schieten en zo. En, ja. uh, en specifieke characters met builds. Um, maar. Ja, dat was stergend trage game. Zo, en... maar echt hoor. Ik heb dan die beta-dag al van, nope, skip deze shit. Ja, Goh, is echt jammer. Dat ja. Is echt niet normaal. En uh, ja, volgens mij. Ik weet niet of die servers überhaupt nog live zijn, maar voor mij is het alweer uh, ja. uh, van de kaart gehaald, toch? Dat is inderdaad weer. Uh... Zijn die servers offline gehaald of niet? Ja, volgens mij wel. Ja, zou goed kunnen. Het zou me niet verbazen. Ik weet in ieder geval dat dat bij Disintegration integration gebeurd is dus, en dat waren twee games in dezelfde periode. Ik weet niet zeker of dat voor Bleeding Edge ook het geval was. Ja, nou goed. Anyways, we gaan over naar een andere game. En dit keer eventjes ook zo'n korte aankondiging tussendoor. Dat is namelijk Tiny Tina. Dat komt over twee weken volgens mij uit. Ziet er wel heel erg leuk uit. Ik zal eens eventjes een. Een van de games erbij pakken. En, nou ja, goed. Een soort van uitgebouwde DLC van Borderlands 3 dan maar hè? We hadden al voorheen al uh, dingen van Tiny Tina gekregen met Borderlands 2 uh, dat ze de eigen verhaallijn had. En nu is het een volwaardige standalone game. Uh, waarbij mijn vraag is van ja, hoe lang wordt de, Is het de, van dezelfde grootte als Borderlands 3? Is het dan toch een soort van uitgebouwde DLC zoals we dat zagen bij Central 4 weet je wel? Dat, uh, dat was ook dan uiteindelijk Central 4 ja. zou eigenlijk ook eerst DLC zijn. Maar het is gewoon toen helemaal uitgebouwd tot een game. Het ziet er wel heel erg leuk uit. Uh, je zit echt in de wonderwereld van uh, Tiny Tina. Dus het is helemaal Dungeons Dragons gebaseerd. En uh, heel veel chaos op het scherm met allerlei uh, magic powers. Dus dat is wel hartstikke leuk. Hm. En uh, nou goed. We zullen het zien. Uh, had ik hier nog specifiek een verhaal bij, of niet? Was gewoon. <laughs> nee, nee, maar goed, hij komt over twee weken uit. En uh, deze week is de DLC roadmap aangekondigd waarin ze. Um, dus eigenlijk, een soort van. Ja, wat, wat na deze game? Want dit soort games draaien natuurlijk om de, om de endgame. Ja. Weet je wel, je kan hem uitspelen, maar daarna moet je. Uh, ja, willen, willen deze ontwikkelaars natuurlijk dat je engaged blijft. En hoe gaan ze dat doen? En daar hebben ze hun eerste plannen een beetje voor gedeeld. Dus we hebben nu een beetje zicht op. Nou, wat voor maps komen erbij? Uh, wat voor uh, classes komen er eventueel nog bij? Um, nou ja, dat soort dingen eigenlijk. Dus daar is wat meer informatie over gegeven. Ik denk dat we eerst maar gewoon zo voor twee weken moeten kijken ja, van ja, speelt dit ook lekker? Hè? Ik bedoel, Gearbox uh, heeft natuurlijk bewezen hele goede uh, games te kunnen ontwikkelen. Borderlands heeft echt wel een hardcore fanbase, is ook binnen de redactie door een aantal heel graag en ook fanatiek gespeeld. En uh, ja, dit valt weer een beetje in dezelfde categorie. Wel echt een stand-alone game overigens, dus mm -hmm. geen... Uh, ik snap de, di de DLC-vibe die het wel wat heeft. Maar het is echt een op zichzelf staande game. Dus je hoeft niet andere uh, games uh, van Borderlands, bijvoorbeeld, gespeeld te hebben. Je kan hier gewoon uitstappen. Nee, okay, okay. En het is een op zichzelf staand verhaal met op zichzelf staande characters. Uh, ja. ja, ik ben wel benieuwd, man. Ik, uh, ik, wil, ik ga dit wel, uh, wel checken. Ik weet niet, is dit iets wat, wat jullie gaan, uh, gaan proberen? Ja, nou, rekenen we zich helemaal. Nou, ik, ik niet. Ik heb. Uh... Ik heb Borderlands 1 toen uitgespeeld. Ik denk, ik, ik heb ook geen idee hoeveel tijd ik daarin gestoken heb. En daarna ben ik toen uh, begonnen met deel 2. En toen had ik zo verschrikkelijk het idee van: joh, dit heb ik allemaal al gedaan. Uh, dus laat maar. Ja. Dus uh, ja, nee, het, 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 in die zin trekt het me niet. Misschien, uh, ja, nee, ik, ik weet het niet. Dus ik denk dat de kans uh, vrij klein is dat ik dit ga spelen. Nou, ik vind dat wel uh, hele leuke uh, co-op games. Hè? Dus uh, Borderlands 2 en 3, en 1 uh, ja, trouwens ook. Het zijn gewoon een leuke uh, soort van uh, brein op nul en uh, schieten maar uh, co-op games. En dat is bij deze ja. natuurlijk niet anders. Dus er zitten gewoon weer vier spelen co-op in. Dat is wel hartstikke leuk. Ja. En ik heb de voorgaande delen altijd wel uh, gespeeld ook in co-op. Dus, uh, maar ik, ja, ik, bij mij is nog even de vraag van vind ik dit 70 euro waard, zeg maar. Want het is wel weer gewoon ja. een volle prijs en uh, <laughs> schiet maar. Ja. En als het toch een uitgebouwde DLC is, dan denk ik van... Oh, dan wachten we nog even tot hij in aanbieding is. Dan, uh, ga ik, dan ja. doe ik dat uh, volgend jaar wel zo. Ja. ja, snap ik wel. Ja. Ik zie hier in de chat, zie ik, uh, crossbow rifle hype, zegt iSpamzer. Ja. Die is al verliefd op één wapen, zie ik. Maar goed, over ja, twee weken wel wat bombastische wapens tussen, inderdaad. Dat uh, kan ik wel zeggen, ja, absoluut. Uh, wat ga ik eerst even uitpakken? Ik zag nog op het laatste moment. Uh, we hebben trouwens op onze Discord hebben wij een nieuw suggestieskanaal. Uh, en daar had Dames al het een en ander uh, ge, gedropt. En Eddie ook. Het gaat hier namelijk om een, uh, beelden van de remake van Dead Space. En daar hebben we voor mij al een keer een teaser van gezien. Ja. Maar voor de rest zag we er nog ja, weinig van. Dus uh, ik ga gewoon on the fly. Nu ik ik had destijds ook heel erg het idee dat ze nog maar net begonnen waren met die game. Maar er zijn nu al geruchten dat die uh, dit jaar nog uit had moeten komen. Tenminste, ah. eind dit jaar. Uh, nou, dat gaat, dan, dat gaat dan waarschijnlijk niet door. Maar uh, ja, als die begin volgend jaar al komt, dan is dat sneller dan ik had verwacht. Ja, nou, ik zie hier wel inderdaad al het een en ander uh, voorbij komen eentje erbij pakken voor de mensen thuis of tenminste mensen op de stream. Een gameplay demo ziet er, nog best wel, uh, ziet er nog best wel goed uit, ja, met al, alle schaduwen en uh, nieuwe graphics en textures. Dus dat is wel. Uh, Want, uh, even wat context over deze game, Niels. Wat, uh, wat is het precies? Dead Space. Uh, dat was uh, ja, ik weet niet uit welke jaar dit komt. In ieder geval een horror shooter, uh, meer een beetje in de categorie van Renko dit, alleen dan wel echt space sci-fi uh, meets horror. En uh, later zijn er ook ja. nog eens een keer uh, Dead Space 1... 2 en 3 heb je Nou, drie kwam op mijn koop op bij of bij ja al. wat ben je weer nee 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 dat, uh, dat kwam 1. echt pas in, uh, in 3. drie ja, ja de Dead Space is inderdaad uh, uh, EA's uh, kijk op een horror game ze wilden een ja uh, uh, yeah, survival horror game maken maar dan niet zo zo trage als de meeste uh, van die games waren en ja uh, yeah. Survival horror, hoe maak je dat spannend? Door uh, je hoofdpersonage in een isolement in een te krijgen, door echt dat gevoel te <laughs> geven van shit, je bent alleen. Yeah. En, in, en in Dead Space uh, ga je op zoek naar uh, het, het mijn uh, schip, de USG Ishimura. Daar zit, uh, daar zit de vriendin van de hoofdrolspeler, uh, die is daarop. En uh, daar zijn ze het contact mee, uh, mee kwijtgeraakt. <laughs> Dus dan ga je, nou ja, dan ga je de, de, de ruimte in op zoek naar dat ja. schip. En dan één keer op dat schip aangekomen, uh, blijkt dus dat er vrijwel geen overlevenden zijn. So everything went to shit. <laughs> ja, alles uh, het hele schip zit vol met, uh, met allerlei, uh, allerlei monsters. En uh, je bent dus echt alleen. En dat isolement, dat, dat gevoel van dat je geen kant op kunt, dat je echt vastzit in de ruimte. Ja, dat maakte die game wel echt heel heel creepy. Ja. Dus, uh... Nou ja, dat is leuk dat er nu een remake van komt met uh, het alle toeters en bellen, dus uh, dat ja. is wel erg uh, nice om te zien, uh, ja. dus ja, maar ik zag voor mij uh, de aankondiging van een soort van periode waarin hij uitkomt, early 2023, dus uh, oh, ja. dat uh, kan nog wel eventjes uh, duren verder. Ja, in de chat nou ja, Ivan uh, Terro zegt, ik vond Datespace 1 echt geweldig en... Uh, Deel, echt, deel 1 en 2 waren geweldig, maar deel 3, mooi. Ja, ja, helemaal, uh, helemaal is, mee eens. Dat hoor ik vaker, ja. Deel 1 was echt heel, heel tof. Deel 2 was helemaal briljant. Um, die was grootser um, en eigenlijk haast nog griezeliger. <laughs> Met als hoogtepunt dat je op een gegeven moment in het tweede deel... Hè. Deel 2 speelt zich niet uh, af op dat ruimteschip, maar echt mm -hmm. op zo'n ruimtestation... Ja. En dan heb je op een gegeven moment ook een punt dat je uh, wat ze hebben dat, dat schip de Ishimura, hebben ze wel opgehaald. Dat ligt dan uh, op dat, uh, of ze gekoppeld aan dat ruimtestation. En dan moet je ook nog weer door dat schip heen. En dan weet je gewoon van, nee, dit is echt een kutplek om te zijn. Maar er gebeurt de hele tijd gewoon niks. Ja. Nee, en je gaat steeds dieper en dieper en er gebeurt maar niks. En je weet gewoon van zo meteen gaat de pleuris uitbreken. En dan moet het dat hele teringend weer terug. Ja, dus dat, uh, dat was echt... Die, die was echt heel gaaf. En deel 3, um, Die is eigenlijk verpest door de co-op. Omdat ja, je dan geen spanning meer hebt. Oh, dat is deze nee. game die de spanning eraf haalde dan. Ja, omdat oh, je dan oh, ja. niet, niet langer alleen bent. Uh, ja, ja. Er loopt altijd iemand met je mee. En ja, dat is gewoon... Dat is echt een dooddoener in het horror horror-genre. Ja. Uh, dan ben je gewoon... Dan ben je de spanning kwijt. Dan, eh, de, de, de kracht van dat soort games is gewoon... Het isolement, het feit dat je alleen bent, dat je denkt: van shit, wie gaat me helpen? En als je constant iemand naast je hebt. Hier, help, MO, die je helpt. die jou helpt. die <laughs> dingen aanwijst, die tegen je praat. die diezelfde shit ook meemaakt. en daar heel nonchalant op reageert. ja, dan, dan verdwijnt gewoon de spanning. Ja. Dus, uh, er zaten er zat leuke ideeën in, maar het was meer een shooter dan echt een horror game. Ja, ja klopt. Ik heb met uh, de Mingo nog gespeeld. en inderdaad het was weinig horror. Wat <laughs> dat betreft. <laughs> ja. ja. Uh, even een paar dingetjes rondom onze eigen platform, de Xbox. Uh, we hebben een maartupdate uh, voor de Xbox uitgerold. Dat heeft onze eigen eindredacteur uh, Vader, baas van de redactie, Rob uh, geschreven. Uh, de maartupdate. Met daar verbeteringen voor de quick resume. Um, uh, de deelknop opnieuw toewijzen. En uh, nieuwe wizard voor de audio instelling. Dus als je daarover alles wil weten, ga dan zeker naar www.xboxnederland.nl. En klik daarop het artikel vers van de pers is ik in een, een artikel over uh, een projectnaam van de volgende Xbox gespot. Eigenlijk we dat in de titel moeten zetten trouwens gewoon een dikke clickbait. Want dus ja. uh, is er een plaatje op Twitter terechtgekomen met een uh, soort lijstje aan allerlei termen van Xbox. En dan zie je dan uh, Xbox Durango staan en Xbox Scarlett. Nou Durango was van Xbox 360 ja. en de uh, Scarlett was dan natuurlijk van de uh, uh, latest one. Um, nou trouwens was Scarlett... Ja. was dat een de series? Ja dat was series hè? Yeah. Ja, van Scarlett is uh, Xbox uh, One X. Nou goed, whatever. Ja, en Durango was er was Scorpio, was was uh, Scorpio was Xbox ja, One X. Ja, precies. Ja, ja. ja. Nou goed, en nu kwam er dan een uh, Xbox kwam eronder met Xbox Keystone. Nou ja, en Rob zegt dan van, uh, uh, van nou ja, goed als het eronder staat. 1 en 1 is bijna 2, toch? Nee, natuurlijk niet, zegt hij zo. <laughs> het kan van alles zijn. En weet onderhand dat Microsoft <laughs> altijd een aan idee op een lijst heeft staan, dus. Uh, ja. Uh, weet je wel, uh, gerucht blijft wel een heel erg gerucht met een hele grote vat zout. Ja, dus, uh... nou, de andere kant van het verhaal. Ze zitten natuurlijk ook niet stil. Nee, um, ja. Ja, die, die series, ja, die is. Uh, nou, wat zal het nu zijn? Uh, een, een jaar, anderhalf dat die uit is. Dus ja. de rek is daar nog niet uit. Of tenminste, en misschien. Uh, ja. misschien dat de, dat de Tech Wizards uh, onder ons. Uh, ...dat Tegen gaan spreken, nou, moet ik we dan een go goede case bekomen? Laten we dan dus zeggen: die uh, console die verdwijnt voorlopig nog niet uh, de lifecycle nee. van, van de 360 was ook uh, ruim zeven jaar, dus ja, oké, okay, maar niet dat vanaf dat, dat verkorten we op zich nu wel heel erg, maar inderdaad, ja, maar op de, op de, op de achtergrond uh, zijn ze echt wel bezig. Dat dat ja, uh, ze it. zullen altijd ideeën hebben van, uh, joh, wat wat doet deze console goed, wat uh, wat zou beter kunnen. Ja. En uh, wat willen we eventueel in de volgende zien. Dus, ja. ja, wordt eraan gewerkt, vast. Maar uh, gaan we dat uh, op korte termijn zien? Absoluut niet. Verre toekomstmuziek. Verre toekomstmuziek. Wat er nog meer in het nieuwssuggestieskanaal op uh, voor mij. DMs had het ook gepost, is een nieuwe uit Xbox. De Spring Showcase uh, komt op 16 maart online. Met daaronder uh, beelden van uh, Tunic. Uh, Tunic, en There's No Light en Track to Yomi. Track de Yomi ziet er wel heel erg gaaf uit trouwens. Dat is een, uh, een, uh, alsof je een soort van een Japanse oude uh, zwart-wit film uh, zit uh, te kijken. En dan met heel veel schaduwspel en uh, uh, 30 fps uh, actie in ieder geval. Feodaal Japan en dan uh, een heel erg dramatische setting. Het is echt... Nou, dat het is echt, dat het ziet er inderdaad heen. wel heel tof uit, ja. het is echt heel vet. Yeah. ja. <laughs> Dus uh, daar ben ik heel erg benieuwd naar. Uh, verder hebben we nog uh, Tunic, nou die hebben we al al drie jaar voor mij op onze radar staan met zo'n schattig vosje en uh, allerlei kleine dingetjes op een soort van speelbord lijkt het wel bijna. Uh, dus daar krijgen we dan ook weer meer uh, beelden van te zien. En There's No Light, en, uh, die ken ik nog helemaal niet. There's No Light, ik weet niet wat dat. Of uh... kijken, There is No Light. Maar goed, in ieder geval uh, leuk om even wat uh, dingetjes te zien bij de ID Xbox. Want er zijn altijd wel leuke uh, video-streams, als het ware. Dus dat 16 maart in je agenda zit er een cirkel omheen. 16 maart. Kijken voor de buis met dat um, Voor de F1-fans, we nog wel even helemaal door het nieuws heen. Voor de F1-fans komt er een uh, F1-manager 2022. wat er even gedropt tussendoor. Dus uh, dat ja. is dan niet te verwarren met F1 überhaupt, volgens mij. <laughs> nee. Dat is een andere soort game. Managing game. Ja, dit, dit gaat inderdaad een managing game worden. Uh, waarbij je een van de tien bestaande teams uh, kunt gaan kiezen... en dat, uh, dat moet gaan managen. Ja. En de laatste keer dat ik zoiets gespeeld heb... ik denk dat we dan... Uh, nou, ik denk wel bijna twintig jaar terug moet in de tijd... als het niet nog langer is. Maar ja, oké. Okay. <laughs> dus het is een soort terugkeer van een... Uh... Favoriet of zo? Ja, de, er is tussendoor... Er is wel eens een manager game uitgebracht geweest, maar... Uh, uh, ja, die zou die, die destijds gespeeld hebben. Dat was Grand Prix World. Ja. <laughs> en die heb ik toen gekregen van, uh, van een neef van mij. Ja, toen was ik daar nog verder ook nog niet zo heel veel mee bezig. Nee, okay. Ik had die game, dus dat speelde ik. En dat was leuk. <laughs> ja. Maar... Uh, ja, hier, hier zijn verder... Ja, er, er zijn nog geen details, geen gameplaybeelden. Uh, er is nog niks bijzonders van laten zien. Met. Maar het is wel iets... Uh, het is wel iets waarvan ik denk... Ja, dat ga ik zeker in de gaten houden. Het lijkt me wel heel leuk. Ja, danke. Nou, dus tot uh, zover uh, voor de fans... Uh, en de manager uh, gamefans. Zeker eventjes... Uh, in de gaten houden. Ik was trouwens nog niet helemaal klaar met dat uh, hele Xbox-platform gebeuren. Want er is ook nog eens een keer ondersteuning van Muis en Toetsenbord voor Xcloud. Dat is natuurlijk wel heel erg fijn. Want uh, dan lijkt mij beter op gamen, eerlijk gezegd. Ja, dat, dat uh, gaat dan mogelijk aankomen. Oh, mogelijk. Mm. Ik dacht dat het ja. uh, bevestigd was. Ja. Er nee, was in een interview, even kort in twee zinnen hoor, in een interview met. Um... Uh, ontwikkelaar van uh, Microsoft Flight Simulator uh, ja. dat ze dat willen gaan, uh, dat ze dat graag zouden ondersteunen, maar dat het aan het platform is om dat te realiseren. Ja, okay, dat is dat precies wat ik eruit heb gehaald. Dus dat ja. zou je in dit geval zeg maar op je letter kunnen spelen zonder xbox controller, maar juist met je muis en toetsenbord en dan op die manier gamen. Of op je telefoon of op ja. je tablet. Ja, ja, ja. Oké, oké, oké. Ja, laten we eens even naar de headline gaan, jongens. Uh, het Dossier Activision Blizzard toch niet helemaal zuiver. Want um, uh, er zijn eigenlijk twee dingen rondom Activision Blizzard trouwens. Maar um, ja, de deal van Activision, de mega de monster deal met Activision, wordt onderzocht in verband met vermoedens om handelen met voorkennis. En ja, handelen met voorkennis, dat kennen we natuurlijk van de aandelenmarkt hè, dat er dan al uh, een bepaald uh, rapport misschien naar buiten wordt gebracht. En dat mensen weten van oh, dat rapport is slecht. Dus ik verkoop nu alvast mijn aandelen. En dan kun je behoorlijk, kan je dan, vervolgens die aandelen kan je natuurlijk weer later kan je die goedkoper terugkopen. En dan heb je weer meer geld, hopelijk in de toekomst. Uh, dat zou er zijn gebeurd met Activision eventueel. Rick, we ja. schakelen over naar jou. Nou ja, dat is echt een serieus misdrijf. Hè? Als daar sprake ja, absoluut. van is, dan ben je echt de sjaak. Ja. Um, uh, wat is er aan de hand? Er zijn drie uh, hooggeplaatste medewerkers binnen Activision Blizzard, waarvan... Uh, twee ook heel goed bevriend zijn met Bobby Kotick, de CEO, mm -hmm. <coughs> en die zouden, nou niet zouden, die hebben drie dagen voor dat bekend de Microsoft overname bekend werd, hebben ze voor 108 miljoen aan aandelen gekocht in Activision Blizzard. <laughs> Als de overname doorgaat, dan zijn die aandelen over een jaar uh, naar schatting 200 miljoen waard. Dus dat is over de kop gegaan die investering. Ja. Um, deze mensen die worden ervan verdacht, deze drie waarvan ik de namen even niet weet trouwens ze stonden in de Washington Post met hun voornaam en dan de letter van hun achternaam dus een beetje de Ali B Marco B yeah. uh, etc. variant <laughs> um, en um, nou ja dit is wel echt shady ik bedoel zij zeggen nee ja dat is gewoon toeval we hebben gewoon heel veel geluk ja gehad. was gewoon in één keer drie dagen van tevoren Wat? Ja. Wat een geluk dat je ineens 108 <laughs> miljoen investeert in een, in een bedrijf dat drie dagen later overgenomen wordt ja. voor 68 miljard. Ja, dat niet, geluk ja. ben ik nog nooit in mijn leven tegengekomen. Oh, nee. Behalve mijn vriendin als ze luistert. <laughs> wou ik, ja nee. Echt, ja, ja, ja. Echt een serieus misdrijf als daar inderdaad sprake van blijkt te zijn. En dat moet dan natuurlijk aangetoond worden. Hè? Dus er moet ja. uh, verbaal verhaal, dus uh, er moet nou aangetoond worden dat deze mensen dan inderdaad met die voorkennis handelden. Ja, je zou bijna denken: van ja, goede vrienden van Bobby Kotick, die besluit uiteindelijk. Uh, of die aan zijn aandeelhouders gaat voorleggen om deze overname... om daar toestemming voor te krijgen. Ja, ik vind het allemaal heel shady. En, ja, maar, maar, ik... maar sowieso toch. Ik bedoel, dat bedrijf het stond al tijden in de fik. Dat was het een het andere, uh, uh, ja, uh, de een of andere... De een of andere misstap, de een of andere wanklank... die kwam daar naar buiten en dan denk jij... Hm, Laat ik daar eens 108 miljoen in pompen. Ja, <laughs> Dan dat ik gelukkig. Why? <laughs> ja. Ja. Dus, ja, dus, het... al, dus alleen dat al. De, 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 ja, ik kan me niet voorstellen dat dat zuiver is. Nee, nou goed. En nee, ja goed. Het, de tijd zal het moeten uitwijzen. Maar het volgt in ieder geval op een hele rits aan grensoverschrijdingen binnen dit bedrijf. Want hè, misschien ook even aanhakend op het tweede nieuws. Uh, Niels, is ja. dat natuurlijk in 2000... 19, dat doe ik even aan mijn hoofd. Is er een uh, medewerker van Activision Blizzard geweest die zich gesubsidieerd heeft? Net als 17, trouwens. En um, um, de familie klaagt Activision Blizzard nu aan voor dood door schuld. Ja. Um, wat daarover bekend is vanuit die familie en uh, dat is niet voor zover ik weet, is dat hun verhaal tegen het verhaal van Activision is dat deze uh, medewerker van Activision uh, in, een, uh, in een relatie zou zitten met haar leidinggevende. Daarin ook uh, dat er foto's van, hun gemaakt, uh, of van haar gemaakt zouden zijn, uh, die zouden verspreid zijn onder het personeel, uh, waarmee ze ook op personeelsfeesten daarmee geconfronteerd zou worden. En zou in reactie daarop volgens de familie een einde aan haar leven gemaakt hebben. Wat natuurlijk echt een ontzettend ja, treurig en verschrikkelijk uh, incident is. Mm -hmm. um, uh, nou goed, enkele jaren later, nu dus is deze week, heeft de familie besloten: we gaan Activision Blizzard uh, voor dood, uh, vermeende dood door schuld uh, aanklagen. Dus ja. Ja, de ene rechtszaak volgt zich op naar ja, de andere. Want ja, dit is, ja, ja. Het is een keten aan incidenten: van machtsmisbruik, seksueel misbruik, intimidatie op de werkvloer. Dreiging met de dood uh, ja. naar medewerkers. Ja. Um, het houdt niet op. En ik ben wel heel benieuwd, hè, laten we het even breder trekken. Uh, realiseert Microsoft zich goed wat voor toxische cultuur ja. ze in huis hebben gehaald? <laughs> hmm. Ja, je hebt een dus soort van uh, Burning Power shit zeg maar, gekocht, uh, als het ware. Maar ja, goed. Yeah. Aan hun ook wel misschien wel een nobele taak om dat om te keren. Nou ja, precies. En, en Picnic die zegt in de, chat, in de chat van ja, als een bedrijf in de fix staat, is het wel een mooi moment om uh, uh, aandelen te kopen. Um, ja, als je ervan uitgaat dat ze heel hard zeg maar uh, ja, uh, uit, deze, uh, ja. Ja, uit deze periode komen. Uh, ja, we gaan dit met interesse volgen. en um, ja. um, Goed. Ja. Ja. We gaan van de ene grote uitgever naar de andere, IEA, uh, Die is uh, toch achteraf in 2019 onterecht uh, beschuldigd, uh, tenminste, is onterecht een dwangsom voor loopboxjes opgelegd. Dat was natuurlijk een loopbox-debacle. En uh, uh, daar, daar, daar gingen allerlei instanties overheen met het be bepalen eigenlijk nou of die, die, uh, uh, die, die pakketjes in FIFA, die kaartjes, of het nou gaat om gokken ja of nee. Nou ja, um, uh, de kanspeautoriteit ging daar een oordeel over vellen... ...en die had een, uh, van mij uh, een dwangsom uh, opgelegd. En daar kwam dan weer een ander uh, judge overheen. Nou goed, uh, lang verhaal kort. Uh, achteraf is dus voor mij het verhaal van... ...joh, uh, de dwangsom was niet terecht... ...want die kaartjes, die pakketjes... ...dat is niet een op zichzelf staand verhaal. Hè? Dat is niet een op zichzelf staand... Uh, gokspel. Dat is eh, onlosmakelijk verbonden met FIFA. En natuurlijk, geen universele waarde. Hè? Als jij drie pakketjes hebt, kan je niet zeggen van nou ik ga met drie, drie pakketjes naar de supermarkt en ga ik daar dingen in kopen. Nee, het is gewoon onderdeel van een, een in-game economie. En uh, daardoor is het wat anders dan gokken. Dus uh, uh, en Daarom is het dus geen kansspel. En dus is er ook geen vergunning nodig. Want dat was natuurlijk een hele grote ding. Als je een vergunning nodig hebt, dan hadden ze even een andere situatie gezeten met IE met FIFA. Ja. Ja, opmerkelijk, maar de, het lijkt dus alsof er heel zorgvuldig naar gekeken is. En uh, ja. ik kan me die rechtszaak nog herinneren, dat die advocaat zijn, zei van, ja maar, dit zijn geen lootboxes, dit zijn surprise mechanics. Ja, ja, ja. <laughs> Kun je je dat nog ja, herinneren? Maar, ja, maar er was op zich voor allebei de partijen wel wat te, te zeggen. Ik vind het echt een enorm grijs gebied wat dit betreft. Ja, um, en uh, ik vind de mensen die zeggen van, ja, er zitten uh, verslavingsmechanics in, daar valt heel wat voor te zeggen. Maar ja. inderdaad, ja, uh, als je kijkt naar de regels en de wet.. valt er ook wel voor te zeggen. Van, ja, maar dan is het toch officieel geen kansspel. Weet je wel? Ja. ja. Nee, dat klinkt. En het, als het is het gewoon zegt, nieuw. de uiteindelijk die je net gaf. Hè, is eigenlijk heel goed te volgen en, uh, en ook wel te begrijpen. En tegelijkertijd voelen wij natuurlijk ook wel aan. van ja, het is wel. Het, het, uh, het spreekt wel het systeem aan in je brein. Um, ja. dat. Um, ja, je rewardingsysteem zeg maar, hè? je dopamine systeem, uh, hè? de stofjes die vrijkomen. Hè? Als je zo'n pakketje openmaakt van, hey yes, die speler weet je wel. En daar heb je dan natuurlijk geld tegen, uh, flink wat geld tegenover moeten, uh, moeten stellen. Um, ja, het blijft een beetje grijs en shady gebied. Maar het is wel goed dat hier serieus naar gekeken is. Ja, en wat voor toekomst zit nog in deze zaak überhaupt? Uh, als je kijkt naar andere spellen die hier gebruik van maken... ...ik kan me herinneren dat Rocket League heeft al toen dingen aangepast. En, uh, maar ik vind, het is ook gewoon nieuw hè, dit soort dingetjes. Dus het valt toch onder nieuwe media. Toch kijken van, oké, okay, hoe kan een oude wet van kansspel... Uh, ...wat voor toepassing vinden we daarop voor nieuwe in-game economieën? En zometeen ook met het verhaal van NFT's en crypto... ...gaat waarschijnlijk hetzelfde gelden, weet je ook van, wat, wat zien we daar gewoon gebeuren uh, in de komende jaren? Dus, ik denk dat de kansspelautoriteit op de, de, de komende vijf en tien jaar nog wel uh, meer dat ze het zaken krijgt. Ja, maar goed, sorry. voor nu, jij uh, uh, even out of the woods. Uh, dat was al uh, positief voor hen dan. Ja. Um, even kijken, we hebben nog een paar nieuwtjes. ik Gamescom al gemeld? Nee hè, nog niet. Nee. nee. ik had een hele mooie brug gemaakt jongens, maar dat was bij Skull and Bones. Ik zei, de eerste keer dat er dus Skull and Bones speelde was in 2018 op de Gamescom. En uh, oh. ja, goed. Over ja. Gamescom gesproken. Over Gamescom gesproken. <laughs> ja, dat ze toch dit jaar weer een deur uh, willen openen. Ik zeg willen, want je weet het maar nooit met Corona. Het zijn hybride. Nou, we zeiden eigenlijk in de pre-show van jongens uh, was Gamescom niet sowieso altijd al hybride, want toen we daar waren ook de laatste keer sinds 2019. Dan heb je in feite alle grote uh, uh, uitgevers die iets van een stream gaan doen, die zijn ook gewoon online te volgen. Hè? Blizzard, die staat er dan in Keulen, die geeft een soort van persconferentie, maar dat, dat wordt ook gewoon online uitgezonden. Dus wat dat betreft uh, kun je het allebei volgen. Maar goed, nu ja. weer is het hybride stuk. Het online stuk willen dus toch wel een stuk gaan uitbreiden, zodat er niet meteen misschien niet uh, letterlijk 100.000 mensen over de vloer komen daar. Het zijn echt, echt, echt insane veel mensen die daar naartoe gaan. Ik ja. uh, weet niet of de mensen in de chat zijn die daar geweest zijn of er nog naartoe willen gaan. Maar, uh, ja, maar de grootste publieke beurs wereldwijd op het gebied van gaming. Ja, mm -hmm. ja. En het is ook echt een enorm centrum, het koele uh, messen ja. in uh, Keulen. <laughs> dus het is echt, uh, <laughs> als je denkt van, ik ga een dag in Gamescom, moet je gewoon even het aantal stappen wat je zet op een dag, moet je gewoon eventjes uh, gaan tellen. En ja. uh, Dat uh, kom je boven de 15.000 uit, denk ik wel. En even een plan maken van wat je per se uh, wilt zien. Ja. Want vaak dan is dat ook het enige wat je kunt zien. Ja. Ja, <laughs> Op het moment hey. dat die deuren opengaan, een, een wachtrij van drie, drieënhalf, vier uur is uh, vrij normaal. Ja. Ja, ja, Mas Menno, die vraagt, van uh, zijn jullie van plan om naar Keulen te gaan? Um, uh, nou goed, de redactie van XBNL gaat eigenlijk is, nou, een keer of zes gegaan, denk ik, ja, uh, Niels zoiets, Renko. Ja. Mm. En uh, ja, de laatste nou, twee jaar konden we natuurlijk niet. Dus zodra vreemd. het weer kan, dan gaan we weer. Ja, precies. Dat ligt ook een beetje aan wat het, wat het uh, fysieke gedeelte heeft te bieden. Of het heel groot is of uh, wat dan ook. Op zich is het altijd wel leuk voor ons. We als redactie zijn we dan weer bij elkaar een beetje. Dus uh, dat is ook wel leuk met z'n allen op pad. Ja. Dus dat is wel uh, eigenlijk het grootste misschien nog wel het belangrijkste deel voor ons. Het, voor de games komt. Maar, <laughs> 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 dus, uh, maar goed, uh, benieuwd hoe het zich uh, verder ontwikkelt. Het zal wel leuk zijn dat we weer uh, dingen kunnen gaan doen. Ja. ja. Um, en even kijken nog een laatste nieuwtje uh, dat was uh, ja, de uitstap van Halo Infinite ja, van de seizoen 2 dingetjes uit seizoen 2 dus je zet de seizoenen bij uh, Halo Infinite en uh, ze zeiden van nou goed met seizoen 2 komt uh, de, eindelijk de co-op campaign, eindelijk ja. maar, uiteindelijk uh, ze hebben dus nu dus gezegd van nou ja dat zal niet aan het begin van seizoen 2 uh, komen, want dat stellen we nog eventjes uit, maar Renko jij weet er vast wel meer van, jij hebt het geschreven ik heb dat uh, van de week inderdaad geschreven. Uh, het komt er eigenlijk vooral op neer dat uh, ze gezegd hadden dat, uh, uh, dat die co op aan het begin van seizoen 2 uh, zou komen. Ja. Maar seizoen 2 <laughs> duurt echt uh, idioot lang. Ik denk, hè, normaal gesproken, ik weet niet precies hoe lang het uh, is, maar uh, dat zal een week of, nou wat zal het zijn, een week of zes meestal. Mm -hmm. Nou, deze, deze duurt gauw drie maanden, volgens mij. Ja. En, uh, Ze hebben. Uh, ze lopen tegen wat problemen aan. Uh, met name, uh, door. alles ook uh, nog compatible te maken. met de oude. originele uh, Xbox. Dat, eh. Uh, wat. Uh, uh, Cyberpunta ja, is al dat... een probleem. <laughs> ja. Nee, hey, dat, uh, dat levert wat problemen op. En ze willen, uh, ze willen gewoon dat op het moment dat die co-op-campagne uh, komt, uh, dat dat een. Goede, stabiele uh, ervaring wordt op, op welke console dan ook. En ja, uh, ja dat zijn wat problemen die, uh, die ze nog op moeten lossen. Ja, het, ze, ja. willen wel, uh, ze willen wel nog steeds dit, dit gedurende seizoen 2 uitbrengen, maar dat zal, uh, ja, dat zal dan uh, tegen het einde worden. Ja, ja precies. Eerst was het plan dus 3 mei, maar dat hebben ze nu niet, uh, gele, dat redden ze niet. En dan is het ook niet wat dan wel de release date maar, wordt. Nee, ja. ze, ze beloven wel dat ze binnenkort of binnenkort, maar ja dat ze, dat ze snel uh, alsnog met een release window gaan, uh, gaan komen. Ja. Zegt Evil Terror zegt uh, maybe Halo gaat het langste seizoen het langste seizoen ooit krijgen in games as a service geschiedenis. Ja misschien wel ja. Zien ja. Hm. Ja, 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 we wel. Ik ben ook. ik heb al al tijdens niet gespeeld al jongens Halo. Dat uh, ik alweer een met je naast me gelegd. Maar het zijn ook te veel andere games sowieso. Maar ja, ik ben ook wel benieuwd hoor, hoe dat gaat uh, de komende tijd. Of ze ja. voldoende spelers aan zich weten te binden. Ja. Ik snap dat je als ja. team zeg maar, in een soort ritme moet komen. Um, uh, ja, als je, je je game voor het eerst echt als een service gaat neerzetten met een meerjarenplan. Dat je ook in een, in een ritme moet zien te raken. waarin je je medewerkers niet overbelast. Mm -hmm. Aan de ene kant, maar wel uh, vernieuwend blijft en voldoende content blijft bieden uh, met uh, dito-beloningen. Ja. Ik kan me voorstellen dat dat uh, zeker als dat voor het eerst is dat je dat doet, dat dat zoeken is naar een, um, ja, naar een workflow zeg maar, waar je in moet komen. Um, het risico is natuurlijk wat ze nu lopen dat, dat ze um, spelers kwijtraken die misschien ook niet meer terugkomen. Ja. Dus dat, um, de kijkersaantallen nemen af op Twitch, uh, concurrent spelers op Steam nemen flink af. Uh, dus daar zijn wel behoorlijk wat zorgsignalen. Dus ik, ja, we moeten dat maar gaan volgen. Maar heel optimistisch uh, <laughs> word ik er niet van om eerlijk ja. te zijn. Nee. Overigens, als ik één bruggetje mag maken over waar ik wel optimistisch van word. Nou gaan nieuws... we nog een Seal nieuwtje of? Uh... Nee, <laughs> ik, we moeten dat doen van Dimas. Want er komt een <laughs> Mobing Simulator DLC oh, onder oei, de titel oei. Dino Safari. Als ik het goed heb. Of Plan ja. Live of... Ik weet niet. Oh, Dino Safari DLC, dat is het. Uh, de, en je gaat uh, het, uh, het groene gras van, de, van het Dino-park. Uh, ga je zorgen dat dat uh, mooi onderhouden wordt? En uh, ja, dat is natuurlijk een uh, genot voor de grasmaaiers binnen onze community. Uh, daar hebben we er inmiddels vele van. Um, ja. De game is ook in Game Pass te spelen, als ik me niet vergis. Of de DLC dat ook gaat zijn, dat weet ik niet zeker. Um, maar uh, volgens velen binnen de community meer dan de moeite waard om even te checken. En, uh, nou ja, goed, en die trailer van, uh, uh, of in ieder geval de eerste beelden Sorry. van die DLC, die zien er ook goed uit. Hm. Ja, is dat je even delen nu? Ja, hier. Kijk, daar is die. Nou, hm. ja, deze is uh, inderdaad, uh, ja, <laughs> Dino Safari DLC. <laughs> ja. ja, het ziet er ook wel <laughs> goed uit eerlijk gezegd. Ja. <laughs> het is uh, spannend. Ja, het ziet er ook goed uit. Met een t rex op de achtergrond en uh, ja. je kan gewoon onder de t rex door gras maaien. Van de, ...de assets van Jurassic World Evolution erbij gepakt... ...en uh, je hebt een Grasmire game. Oh jongen, echt <laughs> helemaal, het gaat helemaal uit het dak. Ja, het echte, ik wil eigenlijk een stream... ...waar we dit gewoon zien. Dan, uh... Goh jongens, ja. wat, een, wat een avontuur dit. Ja. Lekker, goed. goed uh, dat was het laatste, laatste nieuwtje van deze week. We gaan over naar wat we hebben gespeeld. Nee, nee, nee. nee. er is oh, er fuck. nog één. Er is er nog één. En dat ik... is de, 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 de Diofield Chronicle. Ik oh, nou ga het toch pakken. Van Square Enix. Square Enix, ja. ja en erbij pakken. Dat had ik helemaal niet op mijn radar staan. Mm -hmm. Maar ik heb de beelden even bekeken. En het doet mij verschrikkelijk veel aan Fire Emblem denken. Ja. En daarmee vind ik hem in één klap ook gewoon heel interessant. Wat is de context hiervan, uh, Renko? Het was aangekondigd toch tijdens de State of Play? Ja, ja, hij is, uh, hij is aangekondigd. Uh, hij moet later dit jaar uh, moet hij nog verschijnen. Het is een uh, strategy game. Ja. Uh, yeah. Strategy uh, game, Dat vind ik wel grappig. Veel meer weet ik er ook nog niet van. De, moet ik uh, moet bekennen. Ja, strategie ja, het gaat RPG. om oorlogsvoering. Ja. En het is inderdaad uh, uh, een strategy game wat ik ervan gezien heb. Ik moet mm -hmm. eerlijk zeggen, ik vond het er tof uitzien. Ja, um, dus ik was al onder de indruk van. Uh, ik, ja, ik was al onder de indruk van de eerste beelden. Um, Tijf, het, het, ja. is geen, het is real time, hè, dus geen. Uh, tenminste, voor zover ik uh, dat eruit kon herleiden. Nou, het is wel gewoon turn-based strategie, volgens mij. Ja, half-half, zeg maar. Ja, ja het, het kan best zijn dat gedurende. Hè, dat, 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 dat alles een beetje doorloopt en dat je. Uh, uh, met, met je commando's bepaalde dingen uh, in werking kunt zetten. Hey, maar dat, dat op de achtergrond alles, uh, alles doorloopt, dat ja. heb ik nog niet helemaal helder. Maar uh, hm. dit is wel eentje, uh, wat ik vind hem er echt heel gaaf uitzien. Mm -hmm. dus, uh, dus zeker een uh, die ik wel in de gaten uh, wil gaan houden. Een beetje hebben durodam vibes als je die maps ook al een keer ziet. Van die kleine gebouwtjes. Yes. <laughs> ja. <laughs> ja. ja, lekker ja. dan. Nou goed, de, dus. het komt nog dit jaar. Dus... Uh, we ja. zullen het zien. Nou, dan zijn we nu wel klaar met alle duwtjes. Dan uh, hebben we die ook alvast uh, gehad. Uh, in plaats van dat we het volgende week doen. Uh, dan gaan we nu over naar wat hebben we hebben gespeeld deze week, boys. In de chat, doe gerust mee. Zet in de chat wat je waar je allemaal mee bezig bent. Rick had het al een beetje gevraagd aan het begin. Maar um, goed, Renko, zeg het eens. Deel met ons. Wat heb je gespeeld deze week? Nou, ik kan vrij kort zijn. Ik heb uh, eigenlijk helemaal uh, niet gespeeld. Oké, okay, doei, Rick, nee. <laughs> Ga je nog iets spelen dan? Dat is een andere vraag. Uh, nou, ik, uh, moet, ik heb morgen uh, moet ik werken. Uh, waarschijnlijk zondag. Dat is de enige dag uh, dat ik uh, niet hoef te werken. En ook niet van plan ben om te gaan klussen in mijn nieuwe huis. Dus, oh ja, uh, tuurlijk. Hè? Je hebt natuurlijk helemaal drukke verhuizingen en de voorbereidingen voor de baby. Ja, ik word er weer helemaal, helemaal scheidziek van. Ik heb vorig jaar uh, mijn huidige <laughs> woning uh, gedaan. dan komt hij, wat klacht u iets van, Renko. En uh, ja, nou ja, dan koop je dus een nieuw huis... wat eigenlijk niet in de planning lag. Maar ja, uh, ja dan kun je al dat kutwerk nog een keer doen. Ja, 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 ja. ja, ja. Maar nu met meer kennis <laughs> het, en ervaring dan ooit tevoren, Renko. Het wordt wel, het het wel heel mooi, maar de weg ernaartoe uh, is uh, verschrikkelijk. Ja, dat kan, <laughs> kan ik helemaal snappen. <laughs> Oké. Okay. Goed, um, ik zie het trouwens in, in de chat eventjes tussendoor... of wat een naar jou toe aan, Rick. Seal ja. van de Inflamer. Nou, wat een verrassing, hé. Hey. Wat een verrassing. En ik ga een nieuwe game aanschaffen. En Mas Menno zegt... Seal Fies update, Lego Jurassic World... Assassin's Creed Valhalla, heel even Guards of the Galaxy... en een nieuwe Trailmakers DLC. Nou, dat is dat geen uh, katale, uh, wat is dat weer? verzameling games. Dat is een week goede week. Meer. Dat is een goede week, ja. inderdaad, ja. ja. Skyrim zegt uit Spamsource, Stellaris en Halo. En uh, Gunfire Reborn zegt de Inflamer. Lekker man. Goed, Rick. Zeg het eens. Ja, nice. Uh, nou ja, ik heb natuurlijk de nieuwe update van Sea of Thieves gespeeld, maar ja. daar heb ik al wat over verteld. Ja. En verder gaat eigenlijk al mijn aandacht uit naar Elden Ring. Goh. Ik zit daar echt vuistdiep in. Ik, denk ik dacht, al, jij hebt dat... eigenlijk een keer Far-Chasing Tides een beetje aangezet, die game. Nee, ja. Nee, kijk, ja, die wil ik uh, heel graag mm -hmm. spelen. Maar ja, uh, uh, ik ben echt helemaal ingezogen in uh, The Lands Between. Okay. We maken er prima mee. Uh, inmiddels een bos of zes uh, de moeder gemapt. Uh, <laughs> heel veel mini-bosses, dungeons. Character flink lopen, uh, ja, lopen uh, ja, uitbreiden, zeg maar. Yeah. Uh, goede beeldjes gezocht. Ja, ik, uh, ik vermaak me echt uh, heel erg goed met deze game. En uh, vooral de, de, de afwisseling tussen gewoon lekker rondlopen, een beetje verkennen, een beetje XP farmen. En vervolgens weer kijken, nou, waar kan ik doelgericht wat dingen doen? Ik wil een bepaalde uh, beeld bouwen. Nou, daar moet ik dan uh, uh, materialen voor zoeken. dan ga ik daar weer even mee aan de slag. En dan denk ik, nou, laat ik weer eens wat verder gaan met de storyline. En uh, dan ga ik weer wat uh, bosses proberen te pakken. En uh, zo wisselt zich dat wel af. En uh, ja, ik heb het gevoel na 50, 60 uur dat ik nog in het begin van de game ben. Wauw. Dus, um, <laughs> wow. Ja, echt. En, uh, maar toch gewoon een steady progressie maken. Ja. Maar ik zit nou wel op het punt dat ik zoiets heb van... Nou, volgens mij is mijn character goed genoeg om een heel eind te komen... richting ja. uh, de laatste vijf, zes bosses. Um, ik zit nu denk ik op ongeveer een derde uh, qua verhaallijn. En ik denk dat ik met dit character, met deze build... Um, ja, tot ongeveer twee derde van de game goed uh, door kan komen. En dan ga ik... Uh, ...vanuit daar weer verder zien. Dus ik heb nu wel het gevoel... ...ik moet nu weer even meer focussen... ...met het verhaal. En, uh, ja. Maar so far... ...so good. Nou, Ivo Terro zegt... ...je bent nog aan het begin van de game hè? Helaas. Ja, ja. ja, ja. ik... Nou ...ja, daar kwam ik dus gisteren ook... Uh, ...pijnlijk achter, want ik had dus een... Uh, ...castle had ik uh, uh, verslagen... ...met uh, twee, uh, twee bosses. En daar ging ik naartoe omdat ik de mimic... ...tier... Uh, 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 ...mimic spirit wilde halen. Um, maar um, dat het, nu al. Uh, de NPC die ik dan zou moeten spreken, die spawnde niet. Ja, dat mm. komt omdat hij echt gewoon twintig uur later in de game pas uh, of zoiets uh, pas oppopt. Dus ik moet nou eerst wel andere dingen gaan doen voordat ik uh, daarmee verder kan. Uh, maar dat geeft me wel vertrouwen in mijn beeld. Dus uh, ja, nice. ik ga gewoon rustig door. Nice. En uh, dat was het wel. Ja. Nice. Ik heb zelf uh, Horizon Zero Dawn uitgespeeld. Ik ben bezig met de DLC Frozen Wild. En dan ben ik al bijna klaar, maar ik heb een oude liefde opgestart. En ik dacht: van nou, ik ga hem toch maar laten gaan, want hè, het is niet zo goed. Maar ik heb toch GTA V zitten, de PS5, heb ik ben ik aan het spelen. Hmm. Uh, want die game is zeg maar gratis uh, in de soort van Game Pass variant van de PlayStation, PlayStation Now. En uh, is toch wel weer leuk. En dan met name die radio. Die radio is echt fantastisch. Nou, ja. Die sportjes die ze hebben gemaakt en de radio die ze hebben gemaakt met. Uh, met, met, met allerlei liedjes en het, die praatprogramma's. Het is één e en al satire, jongen. Het is echt fantastisch. Dat is, uh, ik, ja, dat vind ik toch wel heel leuk om terug te zien en te horen. Ik mm -hmm. heb dan wel iets van... Maak je nou gewoon een volle remake van? Maak je nou, geef het een Mafia treatment, weet je wel? Gewoon, gewoon dezelfde game... Maar dan gewoon een hele andere orde van graphics. Gewoon helemaal uitgebouwd. En uh, daar zit ik echt op te wachten. Gewoon echt een goede, realistische Vice City... Met die vibes. Dat lijkt me echt wel heel erg tof. Dus uh, nou, ik wil ook uh, toch wel weer een keer Seal Thieves gaan oppakken. Want uh, nieuwe seizoen. En uh, vooral die adventure wil ik dit, dit keer wel meemaken. En die Seafords wil ik ook een keer proberen. Dus uh, nou goed. We zullen het uh, zien. Nou, kunnen we dit weekend misschien doen? <tosses> ja. Ja, die adventure dan niet, maar die Seaforce wel. Een ja, dus, half uurtje weet je. Wel, heb je er eentje gedaan? Heb je alles ingeleverd? Dus is ook leuk voor tussendoor. Ja. Nou, dus dat. Uh, dat was hem jongens Ik, uh, ja, het, rond een uur is het geweest het is niet helemaal onder het uur maar wel bij het uur ergens in de buurt uh, dus uh, dank weer voor jullie uh, aandacht, dank voor jullie uh, luisteruurtje, de mensen die hebben meegekeken op Twitch uh, dank daarvoor als je zelf een keer wil meekijken, vrijdagavond 9 uur, kijk mee met ons op Twitch, je krijgt nog van ons een achievement ta 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 toch in je zak steken. En dan wensen we eigenlijk iedereen een hartstikke fijn game weekend uh, toe. En dan zien we jullie waarschijnlijk volgende week gewoon weer hier op het yes. kanaal Twitch. Yes. Dus. Fijne week. Later. Was al. Tata.